schilderijen worden ook materiaaltechnisch onderzocht. Dat kan in het kader zijn van een studie, dat men de techniek wil leren kennen van een bepaalde kunstenaar. Of het kan zijn naar aanleiding van een restauratie, dat men bepaalde technische vragen heeft. En dat onderzoek, dat kunnen beeldtechnieken zijn, zoals infraroodreflectografie of X-stralenradiografie. Maar dat kan ook een stapje verder gaan, dat men natuurwetenschappelijk onderzoek gaat doen. Dus chemische analyse, waarbij men dus echte materialen gaat identificeren die in de verflagen aanwezig zijn. En ook hoe die verflagen zijn opgebouwd, want vaak zijn er meerdere lagen aanwezig. We zijn met onze macro X-stralen fluorescentiescanner naar Brugge gecomen om de werken van Van Eyck te meten in het kader van het Verona-project. Het Verona-project is een onderzoeksproject waar de musea, de Universiteit Antwerpen en ook het Kikirpa samenwerken. De techniek van macro X-stralen fluorescentiescanning is gebaseerd op X-stralen fluorescentie. Dat wil zeggen dat je een fijne bundel van X-stralen produceert en die op je verfoppervlak richt. Die X-stralen gaan dan interageren met de verf en die gaan op hun beurt fluoresceren. Dus die gaan op hun beurt een straling uitzenden. En die straling die vertelt ons dan welke chemische elementen en welke materialen er in de verflaag aanwezig zijn. Het instrument bestaat uit een meetkop en op die meetkop staat een X-stralenbron, die maakt dan een bundel X-stralen, en ook een X-stralendetector. Die gaat dus meten wat er door het schilderij wordt uitgezonden. Heel die meetkop is gemonteerd op twee assen, op twee motoren, een X- en een Y-as, en die bewegen de meetkop systematisch voor het schilderij. Dus het schilderijoppervlak wordt echt afgescand of afgetast, zou je kunnen zeggen, door die meetkop. Het resultaat van dit onderzoek is niet één beeld, maar een hele reeks van beelden. En elk beeld toont de verdeling van een chemisch element over het verfoppervlak. Met andere woorden, je kunt in die beelden gaan kijken welke pigmenten Van Eyck gebruikt heeft in welke verfstroken. De scans nemen behoorlijk wat tijd in beslag, omdat het niet gewoon een foto is dat je neemt, maar er wordt continu chemische analyses uitgevoerd. En dus concreet voor de Van der Palen hebben we 9 scans uitgevoerd om het hele oppervlak te meten. En elke scan duurt ongeveer 24 uur. Dus we hebben daarnaast met onze scans ook de Margaretha van Van Eyck onderzocht. En in de resultaten daarvan kun je heel mooi de laagopbouw van Van Eyck volgen. Dus je ziet bijvoorbeeld in het kwiekbeeld de verdeling van het rode pigment vermiljoen. En je ziet in dat beeld heel duidelijk hoe Van Eyck de onderschildering of de doodverffase heeft aangebracht. Dus dat is eigenlijk met een grove borstel ruwweg aangeven waar het rode kleed van Margaretha komt. En dan in het loodbeeld zie je de daaropvolgende fase. Dus je ziet het kleed daar al fijner uitgewerkt. En hij sluit af met een rode laklaag. En dat zie je in de kaliumverdeling, die heel fijn, heel subtiel is aangebracht. Naast de rode en de witte pigmenten hebben we ook nog ijzer gevonden, wat duidt op het gebruik van een aardepigment. Dat zie je onder andere in de horentjes van haar hoofddoek. Er is ook nog koper gevonden. Koper wijst op het gebruik van verdigris in haar groene riem. En dan tenslotte zien we nog calcium. Calcium kan ofwel van de grondlaag, van de krijt komen, of van beenderzwart in de zwarte achtergrond. Naast het identificeren van de pigmenten kunnen we ook onder het oppervlak gaan kijken en kijken hoe dat die pigmenten op andere plaatsen zaten in een vroeger stadium van het schilderproces. Dus we zien bijvoorbeeld heel mooi hoe Van Eyck wat gezocht heeft naar de juiste positie van de hoofddoek. Een aantal delen zijn veranderd van positie. We zien ook hoe hij wat gezocht heeft naar de handen, die waarschijnlijk origineel niet te zien waren, maar Margaretha had die handen in de mouwen gestoken. En de laatste verandering die je ziet in de beelden is de verandering van de bondkraag, die origineel iets bescheidener was en daarna wat groter gemaakt is. Dankzij de macro XRF-scanning kunnen we met terugwerkende kracht het creatieve proces van Van Eyck gaan volgen. Dus we zien hoe hij laag per laag zijn schilderij opbouwt, ook hoe hij zich bedenkt en dingen corrigeert. En we staan dus als het ware naast de schilder in zijn atelier en kunnen over zijn schouder meekijken.